kinderen, dag juffen en meesters, hier hoofdmeester Jochem. Vandaag de vrouwen-eredivisie special. Jullie gaan zo dadelijk een gastles krijgen van een profvoetbalster. Hoe cool is dat? En ze gaat jullie vertellen hoe je je dromen mag najagen, wat je voor je sport mag doen en misschien ook wel moet laten. En ze gaat jullie vertellen over een heel erg leuk project waar ze mee aan de slag gaat. Namelijk Team La Ligue. En daar kunnen jullie ook nog aan meedoen. Dus dat is helemaal leuk. En stel ook vooral al jullie vragen aan haar, want ja, dat is gewoon heel erg leerzaam. En wellicht krijgen jullie ook nog een paar hele goede voetbaltips, dus let maar goed op. Heel veel kijk- en luisterplezier. En groetjes van meester Jochem. Tot morgen. Hoi hoi. Hoi allemaal, ik ben Anna Ressem. Ik speel bij VV Alkmaar, zoals ik vandaag ook aan heb. Ik ben 20 jaar en ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat jullie allemaal vandaag kijken naar deze online gastles. Zelf woon ik in Eilo. Dat ligt naast Alkmaar, ook de stad waar mijn voetbalclub zit. Ik speel nu mijn vierde seizoen voor Alkmaar, dus dat is al best wel lang natuurlijk. En ik speel ook vanaf het begin bij deze club. Ik heb hiervoor ook bij Telstar gespeeld. Telstar is eigenlijk, ja, komt een beetje op hetzelfde als VV Alkmaar neer, alleen is de naam daarin veranderd. Dus we spelen nog, ja, het is nog steeds een beetje dezelfde omgeving. Alleen een andere plek waar we nu de wedstrijden spelen. Ik ben bij Telstar begonnen toen ik 12 was. Want zij hadden een mooie ja, gelegenheid voor mij om, om te kunnen starten met op een hoger niveau voetballen. Dus dat was de Telstar Academie. Dat houdt in dat, ja, dat is een trainingsgroep. Waarbij je dus bij je eigen club kan blijven voetballen, maar ook kan trainen. Om jezelf beter te maken. Dus dat heb ik 3 jaar lang gedaan. En daarna mocht ik doorstromen naar, naar Jong Telstar. Zo heette dat toen. Dat was het tweede team van Telstar. Daar ben ik begonnen toen ik 15 was. Dus dat was best wel jong. Midden in dat seizoen heb ik eigenlijk mijn overstap ongeveer kunnen maken naar het eerste team van Telstar. Dus die speelde op Eredivisie vrouwenniveau. Dus het hoogste niveau in Nederland, wat natuurlijk super gaaf was als je dat mag doen op je 15e. Deze wedstrijd heb ik gespeeld tegen FC Twente. Wat natuurlijk alleen maar mooier is dat je tegen zo'n topclub je eerste wedstrijd in de Eredivisie mag spelen. En van daaruit heb ik toen bij Jong Telstar gespeeld en bij de Telstar vrouwen. Dus bij het eerste en het tweede team tegelijk. Was een hele drukke tijd, maar wel heel gaaf dat je dan ja, 2 wedstrijden in de week kan spelen. Elke dag kan trainen, soms zelfs 2 keer op een dag kan trainen. En daarin ja, alleen maar beter kan worden en kan doen wat je het liefste doet. En dat is voetballen. Dus dat was even een beetje kort hoe ik ben begonnen en hoe het is opgebouwd. Maar ik zal er straks natuurlijk meer over gaan vertellen. Hoe ik ben begonnen met voetballen. Nou, ik ben begonnen toen ik 4 jaar was. Dus eigenlijk voetbal ik dus bijna al mijn hele leven. Ik ben begonnen omdat mijn broer voetbalde. Die voetbalde bij VV HSV Heilo. Ik weet niet of iemand dat van jullie kent. Of misschien zijn er zelfs andere kinderen die daar nu op dit moment voetballen. Maar daar ben ik begonnen. En ik ben ook begonnen omdat mijn broer voetbalde. En ik graag met hem een balletje wilde trappen. En toen dacht ik, nou ja, misschien is het ook wat voor mij om daarmee te beginnen. Daar heb ik toen gespeeld tot mijn 15 eigenlijk. Dus ja, tussen de jongens, altijd tussen de jongens voetbal, nooit bij het meidenteam. Soms even ingevallen, maar eigenlijk altijd bij de jongens wilde voetballen. Dat geef ik ook mee als tip, omdat je ja, als je tussen de jongens voetbalt, gaat het er toch wat harder aan toe qua fysieke duels. En het tempo ligt best wel hoog, vooral op de jonge leeftijd. Dus daar heb ik toen heel veel van geleerd. Gelukkig gaat het vrouwenvoetbal en het meidenvoetbal nu wel flink omhoog in niveau, wat natuurlijk alleen maar mooi is. Maar ik geef het zeker mee als tip om ook soms even tussen de jongens te voetballen om te kijken hoe dat is en om dat een keer mee te maken. Kijken. Toen ben ik, nou ja, toen heb ik dus ja, VV HSV Heilo heb ik gecombineerd met Telstar. Toen ik ook net zoals jullie op dit moment nog op de basisschool zat, moest ik ook een keuze maken voor een school waar ik wilde gaan voetballen. Waar ik wilde gaan studeren en waar ik mijn lessen wilde gaan volgen. En toen heb ik gekozen voor het Willem Blauw in Alkmaar. Ik weet niet of iemand dat hier kent, maar dat is een loodschool. En wat houdt een loodschool in? Een loodschool houdt in dat je je sport met je school kan combineren. Wat natuurlijk een ja, enorme gave ervaring is. En natuurlijk alleen maar mooi dat je dan
meer kans krijgt om lekker te voetballen of een andere sport te doen. En daarnaast ook nog je school te doen. Zijn de voordelen die je bij een loodschool krijgt? Want het is natuurlijk misschien handig voor jullie om te weten wat dat inhoudt. Want er zijn vast andere sporters, denk ik, die op dit moment naar deze les kijken. Naar de voordelen van een loodschool of een topsportschool, wordt het ook al genoemd. Is dat zij jou de optie geven om sport met je studie te combineren. Dus met de middelbare school. Wat ze dan voor je kunnen betekenen is dat je een aangepast lesrooster krijgt. Dus je mag lessen missen als je bijvoorbeeld moet trainen in de ochtend of als je een wedstrijd hebt in de middag. Ze geven je vrijstelling soms. Ik heb bijvoorbeeld geen gym en geen kunst gehad, omdat dit in de tijden van mijn trainingen viel. En ook omdat gym werd gewoon te veel samen met de trainingen, dus dat hoefde ik gelukkig ook niet te doen. Soms mocht je ook huiswerk of een toets uitstellen als je bijvoorbeeld een wedstrijd had. Want ik had vaak op vrijdagavond een wedstrijd. Maar hierdoor moest je soms al eerder weg. Dus dan gingen we bijvoorbeeld om 3 uur al weg met de bus. Dan miste ik wat lessen en soms ook een toets. En dan mag je die uitstellen tot een later moment. Wat eigenlijk een ideale oplossing is. Zodat je toch de wedstrijd kan meemaken en daardoor ook geen toetsen mist. Ook is het mogelijk om je eindexamenjaar, dus het laatste jaar van de middelbare school, in 2 jaar te doen. Dat heb ik toen ook gedaan, want ik had het best wel zwaar als student op school. Want er komt wat meer verantwoordelijkheid bij kijken en meer zelfstandigheid als je op een loodschool zit. Omdat je moet je sport combineren met je school, wat best wel wat extra druk met zich meebrengt. Dus je maakt soms langere dagen. Je moet soms meer dingen zelf doen of je moet lessen inhalen. En dat is best wel lastig soms. Dus ik had bijvoorbeeld best wel veel moeite met economie of geschiedenis. Dus die vakken heb ik toen ook het tweede. Toen heb ik mijn examenjaar in 2 gedaan. Hierdoor kon je eigenlijk je vakken zelf indelen. Dus ik had in totaal 7 vakken. En ik heb het toen verdeeld over 5 en 2 vakken. Dus het tweede jaar had ik maar 2 vakken. Maar voor mij gaf dat wel de mogelijkheid dat ik volledig kon focussen op 2 vakken die ik best wel lastig vond. Die mogelijkheid krijg je op een loodschool. Dus een daarvan die ik ken, ik weet niet of er nog meer in de buurt zijn, ik denk het wel. Dat is het Willem Blauw in Alkmaar. Hierin is het ook mogelijk om de VV Alkmaar Academie, om daarvoor geselecteerd te worden. Waardoor je dus eigenlijk ook, net zoals wat ik met Telstar heb gedaan, de mogelijkheden kan krijgen om uiteindelijk verder te komen in het voetbal en misschien ook wel op eredivisieniveau te kunnen voetballen. Dus dat raad ik zeker aan. En het is natuurlijk altijd handig als je nu aan het kijken bent voor wat voor school je wil gaan doen. Of dit misschien wat voor je is. Als je graag dromen hebt in het voetballen of in een andere sport, is het zeker de moeite waard om daar even naar te kijken. Even kijken. Op dit moment doe ik een thuisstudie. Ik studeer op dit moment via de LOE, dat is een school die online lessen aanbiedt en online studies aanbiedt. Dit heb ik gedaan omdat de studie die ik wilde gaan doen, die kon ik helaas niet met de voetbal combineren. En hierin heb ik voor de voetbal gekozen in plaats van voor de studie. Dat is natuurlijk niet de meest handige weg, want studie is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En het mooiste zou zijn als je die 2 dingen met elkaar kan combineren. Er zijn heel veel studies die dat mogelijk maken, maar de studie die ik wilde gaan doen helaas niet. De studie die ik wilde gaan doen heeft te maken met film en fotografie. Dat is mijn grote hobby naast het voetballen. Ik word er altijd heel gelukkig van om met mijn camera op pad te gaan. Foto's te maken van de natuur, van steden, van reizen. Daar heb ik helaas tijdens voor het voetbal niet heel veel tijd voor, maar als ik die tijd heb dan doe ik dat graag. Maar die studie die ik wilde gaan doen, dat was op een, dat heette dan een kunstschool of een mediaschool. En die willen, die bieden geen mogelijkheid voor een sporter om dat te combineren met de studie. Dus toen heb ik de keuze moeten maken, wordt het studie of wordt het voetbal? Ik heb hier voor voetbal gekozen. Maar na 2 jaar geen studie te hebben gedaan, heb ik alleen cursussen gedaan. In de richting van voetbal, van film en fotografie. Uiteindelijk
toch besloten om wel een thuisstudie te gaan doen. Want ja, je moet toch een soort van tweede plan hebben naast het voetballen. Mocht het voetballen helaas niet lukken. Dus nu doe ik een studie dat heet Office Management. Zegt denk ik jullie helemaal niks. Maar dat is een studie die gericht is op kantoorwerk. Dus e-mails beantwoorden, agenda's beheren van bedrijven. Er zit een stukje Nederlands in, een stukje Engels en ook Spaans. Dus dat zijn wel alsnog leuke dingen om te kunnen leren. Dus dat doe ik nu naast de voetbal. Dit is een studie die ik volledig zelf kan invullen. Dus ik kan mijn huiswerk maken als ik mijn huiswerk wil maken en daar tijd voor heb. Ik kan de examens inplannen als ik er klaar voor ben. En dat zijn hele handige dingen, vooral voor een sporter. Er zijn veel meer andere sporters die dat ook doen. En daarin zijn gelukkig heel veel mogelijkheden. Zoals ik net al heb verteld, mijn hobby naast het voetbal is film en fotografie. Dit is ook voor mij een soort van rustplek of rustpunt naast het voetballen, waar je lekker bijvoorbeeld de natuur in gaat, even wandelen, foto's maken, foto's vastleggen en daarin bezig zijn. Zelf maak ik af en toe ook video's voor de club, voor VV Alkmaar zelf. Dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen, dat ik daar ook van kan leren en dan toch in plaats van een studie op een andere manier de dingen kan leren die ik graag doe naast het voetbal. Die kunnen jullie vinden op de social media van VV Alkmaar, als jullie dat leuk vinden. Even kijken. De les voor vandaag zal vooral gaan over hoe het is om in de Eredivisie te voetballen, bij welke club ik speel en hoe ik het ervaar om bij deze club te spelen. Ik zal ook een stukje vertellen over hoe het er nu aan toe gaat bij ons, want vanwege de nieuwe regels, vanwege corona, zijn dingen toch wel wat anders bij ons op dit moment. En ik zal natuurlijk, zoals Juri ook van tevoren heeft, of Joey heeft van tevoren heeft gezegd, zal ik ook even wat vertellen over Team La Ligue. Wat natuurlijk een hartstikke mooi project is waar ik graag wat meer over vertel voor jullie. En ik zal afsluiten met natuurlijk wat vragen te beantwoorden. En ik zie dat er al heel veel vragen binnenkomen, wat natuurlijk hartstikke leuk is. Dus ik zal die op het einde allemaal gaan beantwoorden. Mocht je nog andere vragen hebben, stel ze gerust en dan komt het helemaal goed. Even kijken, dan ga ik eerst wat vertellen over VV Alkmaar. VV Alkmaar bestaat nu voor het vierde seizoen. Dus die zijn in 2017 zijn die opgericht. En ik heb eigenlijk vanaf het begin bij hun gevoetbald. Ik ben toen vanuit Telstar, want Telstar ging helaas failliet. Na het seizoen wat ik daar gevoetbald heb. Dus toen ben ik meegegaan naar VV Alkmaar. Wij spelen onze wedstrijden en we trainen bij AFC 34. Dat is ook in Alkmaar. En hier hebben wij onze eigen faciliteiten. We hebben een kleine sportschool. We hebben de kleedkamers natuurlijk. Een mooi veld om te voetballen. En hier zijn we elke dag te vinden met z'n allen. Wij trainen elke dag. Dus op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En op vrijdag spelen we onze wedstrijden. Want de Eredivisie Vrouwen die speelt hun wedstrijden om 19:30 s'avonds op de vrijdag. Dus dat is aparte tijd misschien voor sommigen om te horen. Want de Eredivisie Mannen die wordt vooral gespeeld in de weekenden. En wij spelen altijd op hetzelfde tijdstip op vrijdag om 19:30. Soms zijn er uitzonderingen, zoals dit weekend spelen wij tegen FC Twente op zondag om 12:15. Dus dat zal voor ons ook wel even wennen zijn om op een andere tijd te spelen. Maar meestal is het om 19:30 op vrijdag. Wat nog meer over deze club. Deze club zal voor mij altijd een bijzondere club blijven, omdat ze mij de eerste kans hebben gegeven om op dit niveau te kunnen voetballen. En mij de kans hebben gegeven om mezelf te ontwikkelen en op het hoogste niveau te kunnen spelen. Ik heb het erg naar mijn zin bij deze club. Ik krijg nieuwe kansen. Zoals bijvoorbeeld dit seizoen ben ik voor het eerste seizoen aanvoerder van het team. Dat is natuurlijk een hele nieuwe uitdaging die voor mij ook in het begin even wennen was. Maar het is hartstikke mooi dat ik die nu kan invullen en hierin verder kan ontwikkelen. Ook heb ik vorig seizoen op een nieuwe positie gespeeld. Dat is verdedigende middenvelder. Dat is natuurlijk ook even iets anders dan centrale verdediger. Dat heb ik trouwens nog niet vermeld. Maar ik ben centrale verdediger bij VV Alkmaar en kom ook uit op het middenveld. Het liefste sta ik centrale verdediger, maar het is mooi om,
om verder te ontwikkelen op een andere positie en daarin ook sterk te worden op je favoriete positie in het veld. VVO ook maar geeft mij eigenlijk altijd de ruimte om beter te worden en me verder te ontwikkelen. Dus ja, het is voor mij een hele mooie ervaring om hier te kunnen voetballen. We hebben een jong team, erg gemotiveerd en helaas nog niet alle resultaten gehaald die we wilden halen. Maar het seizoen is gelukkig nog lang, dus we hopen daarin steeds meer de punten te halen en mooie wedstrijden te laten zien. Hoe ziet onze week eruit? Nou, ik heb het net al verteld. Wij trainen 4 keer in de week, van maandag tot donderdag en op vrijdag de wedstrijd. En in het weekend zijn we meestal vrij. Dus dan kan je weer herstellen voor een volgende drukke week. Bij ons is het van de week afhankelijk hoe zwaar de trainingen zijn. Meestal spelen we op dinsdag een iets zwaardere training. Dus dan wordt het, wordt het meer met sprinten en rennen en vooral conditioneler. Omdat het natuurlijk ook belangrijk is als voetballer dat je zo fit mogelijk wordt om die 90 minuten vol te houden. En daarin het verschil in de wedstrijd te kunnen maken. Dus dat doen wij meestal dinsdag. Ook hebben wij een krachttraining en meestal op woensdag of op maandag. En dan ook een beetje loopscholing met een trainer daarin. Voor de rest zal ik nog even vertellen wat ik wil bereiken als voetbalster. Mijn droom ligt niet om te eindigen bij VV Alkmaar, maar die ligt nog verder. Ik zou heel graag in het buitenland willen voetballen. Daarin weet ik nog niet precies welk land het mij het meest aanspreekt, maar daarin ligt wel mijn grootste droom om uiteindelijk in het buitenland te kunnen voetballen. Dus daar ga ik zeker alles voor doen. Dan zal ik nog wat vertellen over onze competitie. Onze competitie heet op dit moment Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Dus de naam is onlangs veranderd vanwege een nieuwe sponsor, wat natuurlijk een hele mooie ontwikkeling is in de Eredivisie Vrouwen. Dat er nu grote bedrijven zijn die zich aansluiten bij onze competitie, waardoor wij meer mogelijkheden kunnen krijgen. Dus dat is een mooie ontwikkeling op dit moment. Voor de rest is het voor ons natuurlijk een hele mooie kans dat onze competitie nog doorgaat. Vanwege alle nieuwe regels liggen er heel veel sporten liggen stil. Maar wij mogen gelukkig nog doorgaan. Dit gaat wel onder nieuwe regels. Dus wij worden bijvoorbeeld elke week getest. Op woensdag worden wij meestal getest. Wat niet heel fijn is natuurlijk. Maar het is maar iets heel kleins naast het trainen en naast het voetballen wat we alsnog kunnen doen. Dus daarin vind ik het geen probleem om dat elke week te doen. Verder moeten we natuurlijk een mondkapje dragen, de temperatuur meten, een vragenlijst invullen en zit je verdeeld over heel veel kleedkamers over het hele complex. Dus dat is natuurlijk ook een beetje gek dat je niet bij iedereen in de kleedkamer zit en dat niet hebt. Verder komt er steeds meer aandacht en steeds meer interesse in onze competitie en in het vrouwenvoetbal, wat natuurlijk hele mooie ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld onze wedstrijden worden nu soms uitgezonden. We hebben livestreams. Wat dat inhoudt is dat de clubs zelf, waar we bijvoorbeeld tegen voetballen, die zenden de wedstrijd uit, zodat je de wedstrijden kan zien. Elke wedstrijd heeft een samenvatting op dit moment. Dus dat is voor jullie misschien ook leuk om te kijken als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Die zijn ook te vinden op de website van Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Daarin kan je de samenvattingen zien en soms staan daar ook plekken waar je de wedstrijden volledig kan zien. Wat natuurlijk misschien altijd wel leuk is om dat een keer te bekijken. Verder, ik denk dat jullie nu al wel een tijdje stilzitten. Dus ik wil eigenlijk vragen of iedereen even naast de stoel gaat staan. En dan is het misschien leuk om eventjes een balansoefening te doen. Dus wat wij soms op de trainingen moeten doen, is op één been staan. Kijken of iedereen dat kan. Probeer nu maar eens je ogen dicht te doen. En kijk of je dan nog steeds kan blijven staan. Als je blijft staan, doe je ogen dicht. En hou die balans. Zijn er al mensen gevallen? Ik ga al bijna. Andere been. Gaan we weer staan. Doen we de ogen weer dicht. Nou, volgens mij is het allemaal wel gelukt voor jullie. Nou, dat is natuurlijk een hele kleine oefening, maar dat is natuurlijk ook iets wat heel belangrijk is in het voetbal.
Dat is ja, de balans. Want in elk moment op een training of een wedstrijd kan je in een duel komen met iemand. En als jij dan niet de balans hebt om te kunnen blijven staan, dan wordt het heel lastig om het duel te verliezen. Dus op de trainingen doen wij verschillende oefeningen op stabiliteit gericht of op, ja, op snelheid. Waardoor je daarin ook sterker wordt. Want ja, voetballen gaat niet alleen om het trappen van de bal en daarin de beste te zijn. Maar er zijn ook dingen die daarnaast belangrijk zijn. Zoals wat ik net vertelde, de stabiliteit, de snelheid, een duel spelen. En natuurlijk het voetballen zelf. Dat heet dan het tactische deel van het voetballen. Dus dat is daarin ook belangrijk. Dan zal ik nu wat meer vertellen over Team La Ligue. Want Team La Ligue is een project wat nu voor het derde seizoen van start gaat. Team La Ligue houdt, ja, is een goed doel wat zich inzet voor meiden in Nicaragua en Brazilië. Want deze meiden daar hebben meer problemen dan bijvoorbeeld wij in Nederland hebben. Daarin krijgen zij, is het voor hun lastiger om te kunnen voetballen of überhaupt een andere sport te kunnen doen. En waar Team La Ligue zich voor inzet is dat ze ja, deze kans voor die meiden willen vergroten. Dus ze proberen via een project in Nederland proberen ze geld in te zamelen. Zodat andere meiden in andere landen ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen voetballen. Wat natuurlijk een heel mooi project is. Want ja, het is natuurlijk heel vervelend om te horen dat in andere landen er heel veel problemen zijn. Waardoor dit überhaupt niet mogelijk is. Want wij moeten dit natuurlijk als iets speciaals zien. Dat je elke dag ja, een sport kan doen die je het liefste doet. En dat je hierin de mogelijkheden krijgt om steeds beter te worden. En ja, bijvoorbeeld in de Eredivisie kunnen voetballen. En dit is voor de andere meiden geen eens mogelijk of om überhaupt over na te denken. Dus dit is waar Team La Ligue zich voor inzet. We hebben nu ja, twee seizoenen al gehad waarin ze zich inzetten voor meiden in Nicaragua en Brazilië. Het eerste seizoen heb ik ook meegedaan. Toen moest je als speelster je eigen team opzetten. Dus je ging meiden bij andere clubs ging je benaderen. Ik ging bijvoorbeeld naar mijn oude club om te kijken of daar iets mogelijk was. Of er meiden waren die zich wilden aansluiten bij mijn voetbalteam. En daarin zelf geld gingen inzamelen samen met mij voor dat goede doel waar we met z'n allen voor gingen werken. Nou ja, dat klinkt natuurlijk als dat je alleen maar geld aan het inzamelen bent. Maar er komt heel veel andere dingen komen erbij kijken. Want je kan door geld in te zamelen, kan je dingen voor jezelf ook ophalen. Je kan bijvoorbeeld geselecteerd worden voor een trainingsdag bij de club waar je je voor hebt ingeschreven. Dus stel je schrijft je in voor VV Alkmaar. Wat ik natuurlijk hoop dat jullie dat allemaal doen. Want als jullie je bij ons inschrijven, zullen wij ja, hopelijk jullie kunnen uitnodigen voor een training bij ons. Dat jullie kunnen gaan kijken of dat je überhaupt misschien wel kan meetrainen bij ons. Ja, eigenlijk is Team La Ligue ingedeeld in bepaalde bedragen. Dus hier kan je gratis inschrijven via de website van Team La Ligue. Ze gaan vanmiddag online. Wat natuurlijk alleen maar mooi is dat je vanmiddag al kan inschrijven. Het enige voordeel nu ook is dat jongens zich ook kunnen inschrijven. Dus eigenlijk wil ik jullie allemaal vragen om deze website te gaan bekijken. Misschien met je juf of meester, misschien met je ouders. Maar hierin staat alle informatie en ook de dingen die je er zelf uit kan halen. Dus zijn er mensen in de klas die het leuk vinden om te voetballen of voetbal te kijken. Of zich bijvoorbeeld in te zetten voor een goed doel. Om de kans groter te maken voor andere mensen of meiden om ook te kunnen voetballen. Ja, kijk dan vooral op de website. Daar zal ook een pagina komen van Team VV Alkmaar. En hierin zullen wij jullie gaan helpen om het geld in te zamelen. Het inschrijven is gratis. Maar hierin via verschillende dingen kan je geld inzamelen. Dus je kan bijvoorbeeld koekjes gaan bakken voor je familie. Je kan online trucjes gaan leren aan anderen en daarin geld vragen. We kunnen samen gaan kijken of daarin mogelijkheden zijn die we kunnen gaan doen samen. Nou, ik denk dat ik eigenlijk alles heb vermeld hierin. Kijk vooral even samen met je juf of meester. De mail zal ook verstuurd worden waarin alle informatie staat.
Maar ik hoop dat jullie je vooral aansluiten bij VV Alkmaar. En dat ik jullie of via een online weg of via de voetbalvelden kan zien. Dus ik hoop dat ik jullie daar allemaal tegenkom. Ik denk dat we niet heel lang meer hebben. Dus ik zal nog wat vragen gaan beantwoorden die ik ben tegengekomen. Even kijken. Ik zie een vraag van Basisschool De Dijk. Die vragen of ik druk bezig ben met gezonde voeding en of ik hier iets meer over kan vertellen. Nou ja, voeding is natuurlijk een heel belangrijk deel in de sport. Want voeding kan net het verschil maken in een wedstrijd of training of jij het langer gaat volhouden. En hierin ben ik zeker bezig met mijn voeding. Hierin is het belangrijk dat je kijkt wat jij als sporter nodig hebt. En wat voor training er te wachten staat. Dus er is over voeding heel veel te vertellen. Maar het belangrijkste is vooral dat je gaat kijken wat er bij jouw sport belangrijk is. En hierin misschien wel dingen bekijken wat gezonde voeding nou inhoudt. Want er zijn daarin heel veel wegen of heel veel dingen te vinden over gezonde voeding. Als ik daar nu over ga vertellen, dan zijn we nog heel lang bezig. Wat ik vooral wil meegeven is dat het belangrijk is om te kijken wat jij als sporter nodig hebt. En wat voor training er te wachten staat. Dus daar is bijvoorbeeld voeding is ingedeeld in verschillende voedingsstoffen. Dat is misschien zijn misschien lastige woorden die ik nu ga gebruiken. Maar dan heb je eiwitten, je hebt koolhydraten en je hebt vetten. Dat zijn de meest belangrijke. En daarin zijn de eiwitten bijvoorbeeld heel belangrijk voor het herstel. Dus heb je eiwitten in je voeding, dat is natuurlijk heel belangrijk. Vooral na een training, dat je die aanvult in je lichaam. Koolhydraten zijn, die geven je energie. Daarin heb je de slechte koolhydraten die bijvoorbeeld in snoepjes en koekjes en dat soort dingen zitten. Dat is natuurlijk niet het meest handige om voor een training of een wedstrijd te eten. Maar daarin bijvoorbeeld pasta of brood, om even snel wat voorbeelden te geven, die hebben wel die goede koolhydraten. En die zijn handig om te eten voor een training of voor een wedstrijd. Dus dat is even snel wat dingetjes daarover. Even kijken. Dan heb ik een vraag van groep 4 van basisschool Augustinus. Die vragen: hoe ben je een profvoetballer geworden? Zoals ik net al heb aangegeven, ben ik via het Willem Blauw en via de Telstar Academie ben ik uiteindelijk helemaal doorgestroomd tot het eerste elftal. Dus daarin kreeg ik via het kiezen van een goede school richting de sport. En via het selecteren voor een trainingsgroep ben ik eigenlijk die weg helemaal omhoog gelopen. Wat natuurlijk iets heel moois is dat je vanaf het begin helemaal tot het hoogste niveau bent gekomen. Dus wat ik hier eigenlijk als tip meegeef is: kijk goed welke school voor jou het beste past om de sport met de sport te combineren. En of er eventueel selectiedagen zijn, talentendagen, waarin je jezelf kan laten zien in de sport die je het liefst doet. En hier is dan de grootste kans om hierin ook op hoog niveau te kunnen spelen. Even kijken. Dan doe ik nog een laatste vraag. Even kijken. Van groep 5 en 6 van Rosa Boekdrukker. Die vragen: wat is mijn minst favoriete schoolvak? Bij mij op de middelbare school was mijn minst favoriete vak economie en geschiedenis. Niet omdat ik geschiedenis bijvoorbeeld niet interessant vond, maar meer omdat ik er gewoon niet goed in was en ik het niet snapte. Dus daarin heeft voor mij de school het makkelijker gemaakt doordat ik mijn examen kon spreiden. Dus dat was mijn minst favoriete. Ik zie dat er nog heel veel andere vragen binnen zijn gestroomd, maar daar heb ik helaas geen tijd meer voor, omdat het al 11 uur is. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En voor alle vragen die jullie hebben gesteld en alle interesses die jullie hebben getoond.
Ik hoop jullie langs de kant nog te kunnen zien bij onze wedstrijden of hopelijk via Team La Ligue. Hou vooral de website in de gaten en ik wil jullie heel erg bedanken voor vandaag en veel succes vandaag op school. Doei!